Hallo allemaal en gelukkig nieuwjaar. Ja, we zitten over een week, twee weken in het nieuwjaar. Ik heb het momenteel verschrikkelijk druk. Ik heb een relatie, zoals jullie weten. We gaan binnenkort samenwonen, dus we moeten het hele huis aanpassen daarop. Dat betekent een hele hoop kluswerk met navels toekomt. Het is een tijdje geleden al dat ik video's geüpload heb. Ik weet het, ik heb het echt bar druk op mijn werk ook. Dat is nu gelukkig even weer rustiger geworden. Het is een koude woensdagochtend. De temperaturen komen niet boven de min 2. Er bleek de verwarming aan staan. En dit is mijn karakter. Ze gaat, als het kan, huizen verhuren. Dit is Kaatje Breker. Oh, hij moet zijn breker. Dat gaat de boel. Nou ja, maakt niet uit. Doet het niet toe. Dat verander ik dan wel. Het is een base game sim, geen add-ons momenteel. Ik heb wel add-ons geïnstalleerd, geloof ik. Maar het is alleen MC Command. Ook niet eens. Oh, ik heb ze niet aangezet. Vaak ook. Dus het is geen cheaten. Oh, het is wel cheaten. Oké. Okay. Maar dat doen we niet. Nee, die bedoel ik niet. Zoals die tijdje geleden dat ik de Sims gespeeld heb ook. Ah, oké, okay, ja. Waarom is MC Command er niet? Doet er niet toe. Ik weet niet. Ik weet dat ik een huis moet neerkwakken. Dat gaan we even doen, want het wat je wil verhuren. Wat ging ik nou voor gepiep? Een beetje gek van. Wat is er? Huis hier. Een galerij. Een rental. De wat is? Zo. Even kijken. 40-30 is het. Is de grote. Het is jammer dat je hier al niet kan zien wat het de grootte van het huis is. Dan moet je er eerst op klikken en dan kan je eigenlijk zien hoe groot het is. Dit is 40-30. Niet voor kapitaal. Aha. Dan moeten we toch even cheaten. Zo. Een kapel van een andere locatie type kan niet op kapel zoeken. Oh shoot! We moeten eerst hier, dan hier, huurkavel. Een rotskaya, ja, dat is goed. Wooneenheid, suggesties. Ja, oké. Okay. Goed, dan gaan we een huis neerzetten. Deze gaan sluiten. Nee, F1. Dank u. En dan kunnen we dat huis neerkwakken. Gemeubileerd, wel ja. Hoe minder je aan het huis hoeft te doen, hoe beter. Hè? Ik heb geen object sheet aanstaan. Dat weet ik 100% zeker. Wat is dit nou? Wat is het? Want ik heb dit een keer eerder gespeeld en gefilmd. Maar toen kreeg je dit alles maar niet in beeld. Want ze kon ook het huis niet betreden. Oh, sorry. Even kijken. Ja, oké. Okay. En dan moeten we denk ik even één doen. Zo ja.
Ah, kijk, nou kan het wel. De eerste keer dat het uitkwam, dit pik, had ik hem gepreorderd. Ik had een huis gekocht. Ik had het neergekwakt. Zoals ik al zei, dat ding wat je boven zag. Dus ik kan wel naar binnen gaan gewoon, want ik heb niet eens gezegd dat ze moet inbreken. Dus. Maar ik kon niks doen met het huis, helemaal niks. En ik had ook gezocht of een sim iets kon. Dat weet ik ook niet, wat ga je doen? De kachel, hoe heb je het... Kijk, ja, dat kan wel kloppen, meid. Ja, ik heb de winter als thema gekozen, want het is winter. Zo, en dan wil ik even dat je hier naartoe komt. Hé, dat is een sim van mij. Hold on. Nee, dat is geen sim van mij. Oh, jij gaat het huis binnen. Terwijl het niet eens jouw huis is. Welkomstcomité. Ik zit niet eens op mijn eigen lot. Heb ik nou... iets... Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dit werkt. Ik heb geen video's gekeken hoe wat... Dit is niet mijn huis, toch? Dit is een huurhuis, want ik kan alleen inbreken. Ja, en dat kan to the low. Daar heb ik geen zin in. Zo. Dan kom hierheen. Kom hierheen. Kom hierheen. Wat zeggen we? Ga eens inbreken. Dat lijkt me wel een leuke. Komt de smeren staan. Ik geloof niet dat dat überhaupt nog in de sim zit. Dus ze weigert in te breken. Op de een of andere manier. Oh, dit is mijn huis en dit zijn huurhuizen. Vandaar dat staat inbreken. Dit is haar huis. Hier kan ik gewoon... Aha! Kijk, dat wordt alweer duidelijker. En wij zijn niet gewend om de voorkant van de huizen te zien. Want ik wil graag zien wat er in het huis staat. Bijvoorbeeld, is er een pc? Kan ik iets doen op de computer? Bijvoorbeeld. Oh, dat is een kale bedoeling. Oh, dat is mijn huis niet. Nou, dat is alsnog een kale bedoeling. Ik heb zelf geen huis gemaakt. Simpel omdat ik daar helemaal niet goed in ben. Ik kan al wat vierkant, dat zou ik nooit van mijn leven kunnen maken. En er zijn genoeg creatievelingen die het wel kunnen. Dus proost voor hun. Dit is even geen let's play. Die komt nog. Maar dit is even uitvinden van hoe of wat. Kunnen we hier iets doen? Nee. Met shift. Nee, want CM Command is niet geïnstalleerd. Waarom staat er hier iets voor het raam? Oh, het is een kamer, denk ik. Ja. Oké, okay. Ik dacht dat er een gipsvlak voor de muur was geplakt. Ja, dan moeten we even een computer geven. Ik denk eigenlijk of we daar iets met het huren kunnen. Maar dan, je moet toch op je zin kunnen klikken? Ik snap het. Ja, gaan we even in de regen douchen. Even kijken hoor. En het is de oude lamp. Ja, ze is aan het douchen. Zo deed het altijd als ik mijn arm tot rijken... ze dingen deed en ze waren smerig en regende, dan liet ik ze in de regen hebben douchen. Even kijken. Boven een computertje niet, de andere. Kijken of dat kan helpen. Spijt me als je me kan horen gapen. Maar ik heb momenteel... Het is momenteel 6 uur in de ochtend. Ik heb een snipperdag, want ik moet om 8 uur naar de tandarts en om 1 uur naar de dokter. Dus ik heb een snipperdag. Dus een medische dag, want het kost me geen duur genomen. Want ik ben mijn voortand is losgelaten, die is weggegaan. We hebben verdwenen.
Ik had hem ergens neergelegd, maar ik weet niet meer waar. Ik heb een kunstgebit. En ik moet mijn oren even laten uitspuiten, want ik heb de laatste tijd het gevoel dat ik doof aan het worden ben. Dus ik wil even weten of het aan mij ligt of dat het medisch is. Even kijken. We hebben nodig een bureau. En gewoon even een simpel dingetje zo. Boom. En ook nog even een bureaustoel. Nee, mijn favoriete stoel. Nee. Boom. Dan moeten we een computer hebben. Oh. Ah. Zonder dat. Hier. Boom. Nee. Boom. Zo, fijn. Kunnen we hier? Nee, de rubriek is er niet, dat is voor je carrière. Oh, misschien valt het daaronder. Ga juist even kijken dan. Ja, het gaat hartstikke goed tussen mij en mijn vriendin. We zijn nu al een jaar. Er staan op dit moment geen vermeldingen in het werkboek voor Kaartje. Oké, dank u wel. Even kijken. Werk. Een baan vinden. Klusjes vinden. Hoe dat is? Ik heb alle add-on packs, dus ook dat home improvement pack, of hoe je dat ook noemt. Je bent blij, rechterhand. Ja, je vindt er drie keer niks, dat weet ik. Even kijken, rechterhand gezocht. Dat is een beetje crimineel. Wandelmaatje. Dat is niet wat ik zoek. Dat is niet wat ik zoek. Hoe kan je dan het huur verhuizen? Wat zeg ik nou? Het huis verhuren. Dat bedoel ik. Want het is mijn eigendom. Dit is mijn huis. Dat zijn de buren hun huis. Oh! Huur en het bezoeken. Oh, nee, dat bedoel ik niet. Kijk, als je een kamer wil verhuren. Oh, moet je een andere sim aanklikken? Is dat, werkt dat zo? Is er iemand aanwezig? Joehoe. Oh, oh. Nee, er zijn duiven. Hey, tuk, tuk. Je kan kikkers zoeken als je wil. Nee, dat niet. De graven. Hallo, 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 hallo. Ja, ik moet mijn effecten weer. Ja, jij bent een kind en jou kan ik het niet vragen. Denk ik. Ja, die bullshit hoeven we niet. Ja, fuck you. Ah, daar. Hallo. Hold on, hold on. Ik heb geen cheats geïnstalleerd. Ctrl-Shift-C. Testing. Cheats. On. On. Nee. On. B-type. Oh, on. Dank u. Poink. Dan gaat het wat sneller. Start. Denk je. Aardige introductie. Waarom werkt teleporteren nou weer niet? We zijn echt helemaal vandaan naar hier naartoe lopen, terwijl ik heb gezegd, ga teleporteren! Typisch de Sims. Oh! Ja, helaas, Bixie is overleden, want ik ben geen Samsung freak meer, want die dingen zijn van glas gemaakt en ik ben te hardhandig met mijn telefoons. Dat, nou, een dag zit het er al barsten in, dus ik heb nu een Rugged phone van Ulefone. Ja, welke was dat? De 21. Guard.
21 of zoiets. Ja, een leuk dingetje. Ik heb hem nu voor de 2 weken. Ik heb er 500 nog wat voor betaald. Zonder abonnement. Mijn eigen abonnementje zit erin. Dus die ga ik overzetten als je een mooi abonnement. Goed, heb je kennis gemaakt? Tom Ruijs waarheid? Wat is dat nou weer? Er zijn dingen waar ik vriendelijk. Over koetjes, over klachten, interesses, hobby's, type gedachten, afscheid. Wat moet je dan doen? Cheat. Nee. Wow. Sorry, dat is mijn alarm. Ik moet normaal werken. Dan gaat mijn alarm af voor de pauzes en zo. De piratenbaai is mijn favoriete plek. Oh, dat bullshit. Oké. Okay. Oh, dat kennen van mij niet geen Sims lopen. Ik zit in een nieuwe game. Een nieuw spel. Dus er komen geen Sims van mij tegen. Dat is prettig. Je kan dat gewoon downloaden bij mijn dingetje hier. Het is een base game, er zitten geen add-ons in, want ik wil even zonder add-ons kleding en haar, et cetera, want momenteel zijn de creators niet actief en mijn sims lopen vast, je kan dingen niet doen, hier ook komen hele rare dingen in beeld, dus ik heb al mijn mods uit de deur geworpen, ik heb alleen MCC en UI extension in geïnstalleerd. Nou, voor mij zijn dat eigenlijk de twee enige die ik nodig heb. Maar waarom kan ik niks doen? Wacht, moet ik misschien een beroep kiezen daarvoor? Nee, je bent geen ster meer. Nee, dat wil je niet. Jee. Wat? En dan kun je er beginnen. Misschien zit daar wat tussen dat je verhuurder kan worden of iets dergelijks. Ja, ga maar artsen. Je moet nog een paraplu hebben. Wat? Binnenkomen de Sims door de scoren? Nou, dank u. Het staat op $400. Nee, ook niet. Ik mis mijn mods eigenlijk wel, want ik had hier veel meer beroepen op zitten. Tot de criminelen toe. En bouwvakker. Ik denk dat ik die mods wel weer ga installeren, want dat vond ik wel leuk. Maar hier zit het dus ook niet bij. Oh, kom op zeg, dat hebben we allemaal al gedaan hoor. Oh nee, de MC Command is niet geïnstalleerd. Je bent begonnen met de ontdekking te zoeken. Ja, ik wil Tenant. Oh man. Ik ga het even naar een video moeten kijken over hoe dit gebeurt. Maar ik wil het zelf ontdekken. Dat vind ik leuker. Ik ken het tenminste moeilijkste te klagen, et cetera. Deur gaan we voor iedereen op slot doen. Niet betreden. Buren niet toegestaan, papieren niet toegestaan, leuders niet toegestaan. Niemand toegestaan. Is dat een op slot doen voor? Iedereen behalve. Dat was toch een... Ah, ja. Yeah. Zo. Ja, dat zeg ik. Want ik heb een jaar, half jaar geen Sims meer gespeeld. Dus, ja, heel even kort dat deze net uitkwam. Maar dat werkte net niet. Het zat nog vol met bugs. Ik hoop dat jullie het goed hebben. Goed. Je telefoon. Oh, nou heb je weer de simpele telefoon. Ik heb een hele mooie telefoon. Maar goed. Reizen, thuis, shoppen. Dit is zakelijk. Oh, een huurcafé kopen. Dat heb ik toch al gedaan? Wat is dit?
Maar doet er niet toe. Hou op met haar hoeren. Wanneer we dit is voor ons, dan moeten we waarschijnlijk op een ander kapel, moeten we een huurhuis zitten. Goed, dat is ook geen probleem, maar dan blijft dit alleen leeg. Dat is wel jammer, dus dan gaat dit gaat gesloopt worden. Wat is de nieuwe wereld? Deze geloof ik. Hè? Even kijken, dit is 3020. Ja, ik woon hier, dat is 4030. Dat is het enige grote... Sims, alsjeblieft, geef grotere plekken! Want, oh man, je kan niet echt meer een zwembad bouwen. Want hier... Of een tuin aanleggen. Dat, moet je een heel klein huisje neerzetten? Want het is niet de bedoeling dat ze alleen blijft natuurlijk. Ze gaat trouwen, ze gaat kinderen krijgen. Het wordt gewoon mijn vrouw voor de verandering. Vaste kijkers weten dat ik altijd met vrouw speel. Dit keer niet. Ik denk dat er... hier... ongemobileerd... Ja, dit is goed. Dan gaan we eerst even... Dan kost het geloof ik geen geld ook. Geen smog meer. Ik heb nog wel even verjaardag gedaan met mijn quest 2. Dat is ook wel weer even spannend. Leuk om te zien. Horror. Ah, heerlijk. We zijn er... Toilet, koelkast... Ik kan niet gewoon een huis niet doen, waar het allemaal in zit. Ik heb geen zin om het allemaal in te vullen. Ja, dat mag. Oké. Rental. Dat staat hier nog steeds op. Dat is waarschijnlijk te groot. Niet genoeg kapitaal. Ja, potverdorie! Nou, om zeker te zijn. Zo, dag. Nee, dat is 100.000, dat bedoel ik niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zet dit. Zo, 10 miljoen. Bing. Dat gaat zo meteen altijd er weer af, natuurlijk. Hè? Waar is het huis? Ik zeg, ik vind het zo'n leuk ding. Gemeubileerd, natuurlijk. Dit is echt even voor te testen, om te zien hoe of wat. Ik heb ook geen timer gezet, fuck. Ik heb geen Bixby meer, dat zei ik nog, dus ik moet nu mijn gewone timer aanzetten. Dat gaat via de klok. En dan timer. We zijn ongeveer 10 minuten bezig, denk ik. Nou, ik zet hem op 20 minuten. Het kan zijn dat het wat langer wordt, want het is echt... Even kijken, suggesties. Plus. Oké, dat is goed, Ja, zo moet dat gezeur. Dit huishouden is opnieuw aangesloten op het netwerk van voorzieningen. Voorwerpen die stromen bij water. Dus zelf een oven zonder overschot functioneren en de rekening voor... Ja, dit is goed. Oké, dus dat is goed. Kunnen we geen dingen aangeven? Dat is weer een alarm van het pauze. Ah nee, dat ik moet beginnen. Normaal. Nee, pauze. Nee. 7 uur. Ja, dat klopt. Ik moet beginnen. Nou was het geen 6 uur dat dit hier, maar het was dan over 6 uur. Want ik krijg net 7 uur. Dat is mijn dienst aan het begin. Maar goed. Wat moet ik nou doen? Hebben ze geen slaapkamers? Wat? Ik zie 1 bed. Hoeveel bedden hebben ze? 1 bed, 2 bedden. 3 bedden. 3 bedden. Een
3. Toiletten. 1. Ja, het zullen er ook wel 3 wezen. Ieder voor 1, 2, 3. Zo. Wat is dit? Je sim vindt zich hier. Alle ruimtes aan deze ene toevoegen. Ja, doe maar. Zo. Maar kan ik geen huurcafé? Ja, maar je kan normaal kan je zeggen dat het water improvement. Is dat nou een slagboom? Weet je zeker dat dit niet een van de militaire basis is? Mijn muis doet vreemd. Kom op, ga draaien. Volgens mij klopt hier iets niet. ik kan hem ook niet oppakken. Want hij staat verkeerd om. Oh, wacht even. Waarschijnlijk omdat dit hier staat. Kan ik dit niet verwijderen? Ja. Want dat hoef ik helemaal niet te hebben. Zo, weg. Dit kan ook weg. Tjop. Zo. Oh nee, doe me niet. Dat heeft geen functie. Nee, maar dat is die slagboom, dat is dus waarschijnlijk, die ding te slopen, dat is waarschijnlijk wel dicht in, maar het is een gewoon huis. Oké, moet ik de huur instellen, wat ook. Ja, de suggesties zijn allemaal goed. Dus ik denk dat ik er nou uit kan. Oh ja, hier heb je het weer, ik kan... Hier wel hierheen gaan? Hierheen gaan? Is dat geen deur? Ah, we zullen hier maar een carrière geven. Oh, is dat een pauze? Sorry. Ik wou weer tegen mijn sim schreeuwen dat ze niet eet. En dan moet je een voorwerp maken, maar dan moet er eerst iets kapot gaan. Even kijken. Ik ga er geen eentje mee nemen dat ik mee kan naar de werk. Want het... Dat heb ik al zo vaak gedaan, daar heb ik momenteel geen zin in. Dit is van... Oh, dat pek, die wil ik ook niet, want die heb ik ook al te vaak gedaan. Geheim agent heb ik al te vaak gedaan. Politicus heb ik al. Salarispersoon, ja, je lijkt er wel eentje. Dat heb ik niet zo vaak gedaan. Van welke kwam die ook alweer, salarispersoon? Part-time, carrières. Oh, daar wordt ze gebeld ook, mooi. Heb ik er zelf niet aan te denken dat ze... ik heb geen WCM Command niet geïnstalleerd, dus ik kan niks stuk maken ook. Kijk, ze kan wel zelf naar binnen, maar ik kan niet tegen te zeggen... Ja, oké, maar niet op de deur kloppen of wat dan ook, want als ik op de deur klik, gebeurt er niks. Oké, dit is dus nu een huurhuis. En ja, tuurlijk vindt ze het leuk in dit huis. Ja, natuurlijk, luxe. Maar ja, helaas dame, je woont er niet. Ik sluit even af, want ik moet even zien command, want ik wil van dat ding af. Ik ga zo meteen een flesje mis. Wat nou? Wat op. Het is eigenlijk nog 14, maar dat maakt niet uit. We zijn een stukje verder gekomen. Ik zie je in de ontdekking deel 2. Ik denk dat ik het zo ga noemen.